Dan kan je ook lopen met een winkelwagentje. Snowcline. Goedemorgen, het is 14 juni, het is 10 over half 11, het is 30 graden, lekker, we zijn onderweg, we rijden richting het noorden, klein stukje, tenminste een klein stukje, 100 zoveel kilometer vandaag, 137 halve geloof ik. Het wordt vandaag geloof ik iets van 35 graden of zo. Dus een lekker temperatuurtje. We zijn onderweg naar Miami. Miami Beach gaan we. Ja, ik weet het ook niet zo heet. Misschien spreek je het anders uit. Hè? Miami. Maar goed, het is nog 73 kilometer. Het is een camping aan de zee weer. Weer een camping. Er zijn weinig camperplaatsen hier direct aan de zee. Er staan er wel een paar op campercontact, maar overal staat dat overnachten verboden is en dat je weggestuurd wordt. Dan weet ik het wel. Daar hebben we niet zoveel zin in. Met deze temperatuur is het wel lekker om bij water te zitten. We gaan een camping zonder veel poespas. En de recensies zijn goed, dus we gaan even kijken. Hou. Herberekening. We hebben weer een prachtplekje gevonden met sea view. Helemaal geweldig dit. Nou kijk eens, een Barbie caravan. En die verhuren ze hier allemaal. Knappen ze gewoon die oude dingen een beetje op. Slim verzonnen. Gaaf toch? Zo'n caravan hebben we ook nog gehad. De Hobby 25 TQM. Alleen niet in het groen. Dit is ook weer zo'n camping. Je ziet het steeds vaker. Een oude camping die dan helemaal langzaam aan het veranderen is. Oude dingen, nieuwe dingen. Net of dat er nieuwe eigenaars zijn en het allemaal weer een beetje gaan upgraden. Leuk om te zien. We zijn op zoek naar het toiletgebouw. Hier heb ik een gebouw gevonden, een supermarkt,
Maar die is alleen in het weekend open. Nou, even kijken waar we uitkomen. Daar is die weer. De smaakpolitie WC inspectieteam. Ik ga het even omdraaien, maar het ziet er hier weer mooi uit, jongens. Kijk, die vloer. Heel gaaf. Toiletten. Ja, die gebruiken wij niet. De douches, die vind ik wel belangrijk. Oh, kijk. Ziet er super uit. Ja, heel netjes. Keurig netjes allemaal weer. Ik kan niet anders zeggen. Hier is het restaurant. Dat is alleen op maandag en woensdag gesloten. Dus misschien gaan we morgen even kijken. Oh, benieuwd. Het schijnt goed te zijn, dus. Maar kijk dan hoe mooi het hier weer is. Weer een klein paradijsje. Prachtig. We zijn bij Miramar aan de Costa Dorada. Super leuk plekje dit. Het is natuurlijk door de week. Dus Spanjaarden zijn weer naar huis. Oh, lekker rustig hoor jongens. Het is echt heel goed merkbaar. De weekenden of niet. Ja, net een beetje als in Nederland natuurlijk. Mooi hoor. Maak je zweetduik. Ja. We balen. Bewolking, jongens. De bewolking komt eraan. Lekker, maat. Zo maar strand. Hè? Lekker hé. Kijk, het EK is begonnen, maar ze gaan ook voetballen. Yep. Lekker hè, door steen rollen. Op het knuismatje. Ik ging altijd in de camper leggen rollen op dat matje, dan hebben we het matje maar buiten gelegd. Hey maat. Vind je goed? Wel even belangrijk te melden, hoger dan 3,35 kom je er niet op. Of misschien een aanloopje, ik zou het niet proberen.
moeten we allemaal vertellen nog. Zo. Buurman aan de boertje. Kijk, buurman heeft ook een leuke auto. Kijk. Hallo, nog een boertje, anders zit te kreunen. Maar we hebben niet zoveel gedaan. Relaxen. 3 dagen strand. Gewoon lekker relaxed. Nu is het zonnetje weg. Morgen wordt het een regenachtige dag, zeggen ze. Dus morgen gaan we een flink stukje rijden. Tenminste, flink stukje gaan we richting. Hoe heet het weer? Empuria Brava. Empuria Brava. En ik denk dat we daar 2 nachtjes blijven. Gok ik. Even kijken. Moeten we even kijken hoe dat precies zit met die test, hoe lang die geldig is en weet ik veel wat. Daar kunnen we een test doen. Ik heb gisteren gebeld, hoef geen afspraak te maken. Kost 40 euro. 40 euro per persoon, dan weet je alles. Antigeentest. En dan kan je Frankrijk in. En, dus dat gaan we daar laten doen. Nou, hier prima camping. Er is niks open. Ik kan niks uitgeven ook. Nee. Ja. Restaurant was gisteren open, maar ik ben er langs gelopen, maar ik zag geen menukaart, niks. Dus ik denk, nou laat maar. En wat hadden we nog meer hier? Supermarkt, die is alleen het weekend open. Ja. Zwembad hebben we niet, we hebben alleen strand. Heel dichtbij. Hè? Heel dichtbij. Ja. Nou echt, ja, voor ons perfecte camping. Niet te veel pushbars. En, kostte die nou? 18? Nee, 17. 17 euro inclusief toeristenbelasting en weet ik veel wat. 17 euro per nacht, dus nou, dat viel ook al reuze mee. Nou, dit was hem weer. Nou, we hebben niet veel gedaan, zoals ik al zeg. We gaan Miami weer verlaten. We gaan weer uit Miami vandaan. Dat is toer, hè? We zijn gewoon, als ik nou zeg, maar werk, we zijn gewoon in Miami. Ja, toch? Spanje, Miami. Spanje, Miami, overal. Joh. Maar goed, dit was het. En we zien jullie morgen weer. Dank voor het kijken. Als je hem leuk vond, geef dan weer een duimpje. En... tot de volgende. Mazzel. De mazzel. Let op. Lekker hoor.